Nabokov, hè? Ada, ja. Ik weet niet van de straat hoor. Ik hou van de hele mooie boeken. En ongesubsidieerd gekocht. En daar kan het Hoogt wat van leren, hoewel ik kan wat van hun leren. Want toen het Hoogt in 2002 op zou houden te bestaan, per 2006, toen bedachten ze iets geniaals. Ze bedachten dat Annie Brouwer, de burgemeester van Utrecht, baas van het Hoogt moest worden. Dat betekende dat ze gelijk de PvdA binnenboord hadden. Die was tegen het Hoogt, maar ze gingen hun eigen burgemeester niet afvallen. Dus ineens was de PvdA voor. En die kwam in de stadsregering, dus het Hoogt was veiliggesteld. Wat ze ook deden was een ex-leefbaar Utrechter, Broos Snets, die heel graag hogerop wilde in de Partij van de Arbeid, omdat het bij FC Utrecht niet gelukt was, ook in hun kamp hebben. Dat lukte, dus die ging ook over van tegen het Hoogt naar voor het Hoogt. En ja, als je dan vervolgens ook nog iemand hebt die mevrouw Rianne Brouwers, die voor GroenLinks mag uitkiezen wie in de gemeenteraad zit, en zij is directeur van het Hoogt, dan zit je in de breedte goed. En dat is heel knap. En dan krijg je bijvoorbeeld 4 ton subsidie om even te bedenken hoe het nieuwe Hoogt, want ze zijn even zonder onderkomen, eruit moet gaan zien. En dan weet je 3,5 miljoen binnen te slepen door de machinerie te beginnen. En dan moet het gaan over mediawijsheid en ja, een broedplaats van cultuur. En hoe beschrijft Rianne, want die wordt daar natuurlijk directeur van zichzelf, als iemand die binnen met buiten verbindt. Een open deur behalve. En dat is toch heel erg knap. Als je dat lukt om steeds maar opnieuw subsidie binnen te slepen. En je moet natuurlijk ook zorgen dat je goede pers krijgt. Daarom hebben ze Wilma de Rek, de bazin van de cultuurafdeling van de Volkskrant, in de Raad van Toezicht gekozen. Dus de Volkskrant vindt alles wat ze doen helemaal te gek. En die houdt het weer met de belangrijkste columnist van de Volkskrant. Dus kom niet aan het Hoogt, kom niet aan de machinerie, want dan kom je aan heel veel belangrijke mensen. Het is allemaal van tevoren bedacht en ik moet zeggen, het is knap bedacht.